Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Volvo V70 Cross Country met een 200 pk sterke 2,4 liter turbo benzinemotor en een automaat. Deze auto is van juli 2002. Deze auto heeft mistlampen voor in de bumper en koplampwissers, lichtmetalen velgen, een afneembare trekhaak, hier de bagageruimte. Hier ligt een extra beschermingsmat in. Hieronder nog extra bergruimte. Daar kan bijvoorbeeld de kogel van de trekhaak op geborgen worden. En daar weer onder het reservewiel. Hierboven tegen het dak aan zit een bagage scheidingsrek, zodat je de auto veilig tot aan het dak toe vol kan laden. Hier de achterbank van de auto. De auto heeft volledig leren bekleding. De achterbank is in twee delen weg te klappen, 1/3, 2/3. Hier nog een extra 12 volt aansluiting en een extra opbergbakje. In het bestuurdersportier de bediening van alle vier de elektrische ramen en de kinderbeveiliging. De mogelijkheid om de buitenspiegels te verstellen met het joystickje. Hier de voorstoelen. De bestuurdersstoel heeft elektrische verstelling met drie geheugenstanden. Hier links op het dashboard verlichtingshendel en de bediening van de mistlampen. De koplamphoogteregeling en de regelbare dashboardverlichting. Hier links op het stuur de bediening van de cruise control. Links achter het stuur zit een draaiknop voor het infopaneel. Als ik daar aan draai, dan komt diverse informatie van de boordcomputer voorbij. En hier aan het uiteinde kun je eventuele meldingen oproepen. Rechts naast de stuur dan de bediening van de ruitenwissers met de regelbare interval. Hier dan het dashboard van de auto met daaronder de totale kilometerstand. Daar klokje en buitentemperatuur en daar kun je ook aflezen dat de selectiehendel van de automaat nu in de parkeerstand staat. Als ik die hier verander, dan kun je op het dashboard zien wat er gebeurt en welke versnelling die staat. Hier op het dashboard dan de radio met cassette en cd-speler. En daaronder het paneel van de verwarming, climate control. Links en rechts aparte regelen temperatuur en een automatische stand regelt hij alles zelf. Hier stand voor de snelontwaarseming en achteruitverwarming en hier de knoppen van de stoelverwarming van de beide voorstoelen. Hier dus het selectiehendel
van de automaat met glad weerstand. Hier nog een asbakje. En de aansteker stroomaansluiting zit hiervoor. Is in deze auto niet gerookt. Hier dan achter middenarmsteun een extra opbergbakje. De binnenspiegel heeft daar een oogje zitten. Het is een automatisch dimmende binnenspiegel. Dus als daar 's avonds licht in schijnt van de achterligger, wordt hij vanzelf donkerder. Hier het boekje of de boekjes van de auto in het dashboardkastje. Hier de boekjes van de auto en de beide contactsleutels en twee afstandsbedieningen van de centrale portiervergrendeling. Deze auto is ooit nieuw geleverd door de Volvo dealer in Zutphen Eerbeek. En hier het onderhoud van de laatste periode en hiervan wat langer geleden. De hele onderhoudsgeschiedenis zit er netjes bij. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website en graag tot ziens bij Garage Bakker.